De as van Multatuli en zijn tweede echtgenote wordt op Westerveld bijgezet. In de urnentuin wordt een monument onthuld waarin de urnen geplaatst zullen worden. Tot dusver bevonden deze zich in een zaal van de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam, waar in 1910 door bewonderaars een museum ter nagedachtenis van Multatuli werd opgericht. Verschillende van zijn eigendommen zijn hier bijeengebracht, zoals zijn schrijfbureau en zijn boekenkast. In documenten en geschriften herleeft hier de figuur Multatuli. Geboren in Amsterdam in 1820 ging hij op 18-jarige leeftijd naar Indië, waar hij even zoveel jaren later benoemd werd tot assistent-resident van Lubbock. Nauwelijks in functie dient hij een aanklacht in tegen de regent, welke door het gouvernement wordt afgewezen. Hij neemt daarop zijn ontslag. Terug in Europa, levend onder moeilijke omstandigheden, beëindigt hij dan zijn boek dat hem in de Nederlandse literatuur een blijvende plaats zou verschaffen, Max Havelaar, een vlammend protest tegen de toenmaals in Indië heersende toestanden. Vele vertalingen ervan zagen het licht. In de bewogen jaren die volgden verschenen meer werken van zijn hand, alle opvallend door een voor die tijd zeer persoonlijke revolutionaire stijl. Multatuli werd tijdens zijn leven en na zijn dood bewonderd en bestreden, begrepen en miskend. Hij was geliefd en gehaat. In onze letterkunde was hij wellicht de meest omstreden figuur. Maar nog heden ten dagen leeft in het Nederlandse volk belangstelling voor hem. Een belangstelling die ook tot uiting is gekomen in de oprichting van dit monument op Westerveld. Zijn uitspraak, gebeiteld in de voet van het monument, is wel het meest karakteristiek voor de persoon van Multatuli.